ik reed misschien de tweede keer ook niet sterk. En het is mega gaaf hier geworden. Ik wist niet dat het zo cool eruit zag hier. Het is een mega gave wedstrijd. En hier zo ga ik voor de eerste keer meedoen aan het NK Junioren Springen met Inspiration. Ik heb er super veel zin in. Ik ga wel van tevoren zeggen, ik ben hier echt puur om ervaring op te doen. Ik heb geen hoop. Mijn enigste doel is dat ik de wedstrijd kan uitrijden. Want het gaat schijnbaar echt wel heel dik en heel hoog staan. Dus ik weet ook van tevoren dat ik voor het resultaat hier niet heen moet gaan. Maar ik ga er echt heen om ervaring op te doen en mezelf nog meer te ontwikkelen. Want ik weet dat Inspiration erover komt en dat wil ik graag aan iedereen bewijzen. I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through. Inspiration en ik zijn aangekomen in Deurne. We hebben gelijk stroom in onze stalletje in orde gemaakt. We gaan op zoek naar de stal tussen alle gave brachtwater. Inspiration. Inmiddels is alles geïnstalleerd. Op een springwedstrijd gaat het best wel een stukje sneller, want je hebt een stuk minder spullen, zoals één zadel. Bij een eventing heb je 3 disciplines, 3 verschillende zadels, dat soort dingetjes. Dus het is best wel, het gaat best wel snel. En we gaan nu naar de hoofdpiste. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet. Op Clip My Horse was er al een rubriek bezig, dus ik heb al live gekeken en ik zag die piste en ik dacht, oh my god, moet ik daar rijden? Dus we gaan het nu zien. Ik hoop dat ik geen hartverzakking krijg. Maar ik vind het gewoon, ik denk als ik er loop dat ik ook wel even besef van, wauw, mijn droom komt gewoon uit om hier te rijden in deze klasse. Het is echt bizar dat Inspiration en ik het gewoon gaan doen. Yeah. Ik heb net het parcours gelopen en het is wel dik, maar ik denk wel dat het te doen is. Ik zeg het niet foutloos, maar ik zeg wel dat ik het wel kan. Dus ik moet gewoon met vertrouwen en mijn plan heel goed hebben en dan moeten we erin. Stepvangers is binnen met Millstreams Inspiration, KWPM gefokt, vader Eet Toulon en dan de keurhengst in Dorado. Paard is 9 jaar, nummer 36, Christy Stepvangers. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me, you're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. Helemaal fantastisch. En op de allerlaatste zet ik een balk en dat kwam omdat ik mijn beugel verloor. En dan op zo'n hoogte moet je gewoon knijpen, wil je erop blijven zitten. En daardoor schoot hij zo onder me uit, want hij dacht, wat de fuck ben jij, Christy? Dus ja, ik baal echt, man. Als ik gewoon mijn beugel aan had gehouden, dan was ik waarschijnlijk wel foutloos geweest. Maar met één balk, dat had ik van tevoren nooit kunnen dromen dat het eerste rondje zou lukken. Dus ik had een heel fijn eerste rondje en ja, ik vond het wel mega hoog, maar het wordt elke dag hoger en hoger. Dus ik ben benieuwd of we het gaan redden tot het einde. Maar in ieder geval een goed en fijn begin en daar gaan we nu even van genieten. Oh.
Inspiration, je bent een krachtpatser. Echt krachtpatser ben jij. Ja. Kijk eens, helpje. Lekker eten. Deze topper. Inmiddels ben ik weer helemaal afgezadeld. Ik loop nu in het dorp waar zo al die standjes staan. En ik wilde nog even kort evalueren op het rondje. Maar ik vond het zo gaaf om binnen te rijden. Het was echt al super cool en het ging echt wel lekker. Ik merkte een beetje dat ik nog een klein beetje onder mijn ritme zat. Dus vandaar dat het, ja, ik af en toe een klein beetje dicht kwam. Dan heb ik een fantastisch paard die mij redt. Inspiration, je bent mijn legend. Maar goed, als ik, ja, als het nog hoger staat en ik wil dan rondkomen, dan moet ik wel echt perfect gaan rijden. Dus het is nog niet goed genoeg. Maar ik ben wel heel blij hoe het eerste rondje ging. Want ik zei, als ik hier al niet lekker erin zit, dan stap ik uit de wedstrijd. En ja, ik ga in ieder geval sowieso morgen van start. Ook al is het dan ietsje hoger, heb ik er wel vertrouwen in dat dat moet lukken. Dus morgen gaan we weer van start. En voor nu ga ik alle andere combinaties kijken en ja, een beetje rondlopen. Het is heel anders, want met crossen ben je constant crossen aan het lopen. Focus, focus, focus. En met het springen is je rondje rijden. En dan ben je de hele dag heb je eigenlijk ja, verder niks te doen. Dus het is echt even wennen. Maar we gaan nog lekker wandelen met Inspiration, mijn paard goed verzorgen. Dus dat. Wij zijn lekker aan het stappen. Lekker genieten in het weer. Wat een champ ben jij. Inmiddels ben ik weer in de vrachtwagen. We hebben een lekkere pizza gehaald. Dus die ga ik nu lekker eten. En daarna ga ik nog even met Inspiration grazen. Weer lekker een avondwandeling gemaakt. En ja, voor nu ga ik zeggen slaap lekker. Ik ben heel benieuwd hoe die het morgen gaat doen. Ik hoop dat we morgen nog een keer zo'n fijne ronde neer kunnen zetten. Ik hoop niet dat ik morgen in één keer heel slecht ga rijden. Maar zo moet ik niet denken. Ik kan alleen maar focussen op mijn plan en dat uitvoeren. Slaap lekker. Doei doei. You make me winner. You got me losing, set me free. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down. Goedemorgen, inmiddels ben ik weer wakker. Ik heb net het parcours gelopen en het is zo'n dik parcours. Het is zo moeilijk. Je moet of heel goed kiezen voor een vogel 6 of een wachten 7. Of het is zo technisch. Als je hier geen plan hebt, dan ga je echt, ja, dan ga je echt naar de kloten. Dus je moet echt zorgen dat je een heel goed plan hebt. Maar ik weet mijn plan nog niet helemaal. Dus ik ga het zo even aan iemand vragen wat die denkt dat ik zou moeten doen. Omdat ik toch nog wel een beetje onzeker ben, dan merk ik. Bij sommige afstanden weet ik, ja, dit weet ik echt zeker. Maar sommige denk ik... Oh, dat weet ik niet zeker, dus het wordt eventjes kijken wat ik ga doen. En onderweg misschien ook als ik voel, nee, dit werkt toch niet, iets veranderen. Maar ja, dan moet je maar durven op zo'n hoogte. En het staat ook nog eens echt flink aan de maat, want vandaag staat er 1,40 gebouwd. Nog niet volledig, dus dat wil ik eerst goed in mijn hoofd hebben zo meteen. En dan denk ik wel dat ik er een beetje vertrouwen in heb. Christy Snapfires nu. Haar paard Millstreams Inspiration is een KWPN'er van Etuno, VDL en Indorado. Christy staat op 7,68 aanpunten voor het NK. We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Oh, getting caught in the maze, there's a man that they'll never get out. They're feeding the fears and the doubts. Oh, but we go the way. Spijtig mensen, toch ook op de beste deelnemers wel eens. Maar jammer dat het op een NK gebeurt. Tweede weging van het paard. Uitstarting voor Christy Snapfires. Inspiration en ik komen net uit de ring. Inspiration eet nu lekker wortels. En zoals jullie konden zien ging het echt niet zo lekker. We waren super onderweg. Het ging fantastisch. We waren helemaal foutloos. En toen op een slootje, ja, ik weet niet wat hij zag. Maar hij durfde hem gewoon niet. Dus de tweede keer reed ik zelf heel slecht aan. Maar de eerste keer, ja, toen hadden we er wel van over kunnen gaan. Toen zag hij iets waardoor hij schrok. En dat is gewoon shit. Want je, na twee keer dan moet je er gewoon uit. Dus ik baal heel erg, want uitgebeld worden is verschrikkelijk. Zeker op zo'n wedstrijd met zoveel mensen.
Maar ja, het is niet anders. En ja, voor nu maak ik me gewoon heel veel zorgen over morgen. Want er zit er sowieso weer sloot in. En ja, als hij dat dan spannend vindt. Of het was nou door de zon. Want hij heeft er nooit problemen mee gehad. Maar ja, daar baal ik wel een beetje van. Dus ik weet niet zo goed hoe ik, hoe ik morgen in moet gaan. En of ik wel moet gaan. Want ja, ik wil dit niet nog een keer. Toch maar even ontbijten, hè, man. Dit zwemt hier zo in Deurne. Als je een kaartje inlevert, krijg je gewoon allemaal gratis ontbijt. Dus dat is superleuk met alle ruiters. En je kan natuurlijk live kijken naar de rubriek. Inmiddels heb ik lekker ontbeten. Ik heb nog steeds niet de keuze gemaakt of ik morgen wel of niet ga starten. Ik ga zo even met mijn trainer bellen. Ga kijken wat die zegt. Maar ja, voor mijn gevoel is het wel gewoon inspiration. Ik heb nooit problemen gehad met sloten. Ja, ik reed misschien de tweede keer ook niet sterk. Het zou best wel kunnen dat het gewoon de volgende keer wel gewoon goed gaat. Alleen, ik zou het zo erg vinden om twee keer uitgebeld te worden. En dat wil je ook gewoon niet voor het paard. Dat wil je niet voor het publiek. Dat wil je gewoon niet. Dus ik vind het wel een moeilijke keuze. Maar van de andere kant, hij ging zo makkelijk over die hoge, brede hindernissen. Dus ik moet eigenlijk ook wel gewoon vertrouwen hebben. Want hij kan er makkelijk over. Hij verdient het gewoon. Maar ja, hij moet wel ook een slootje durven. En het is zo gek, want iedereen zegt dat je bent crossruiter. Voor jou is dat een eitje. Maar ja, met Inspiration rij ik geen crossen, dus dat is heel anders. Zo, achter mij is de persstand. En daar kom je te zitten als je gewonnen hebt. Dan word je geïnterviewd. Nou, dit is natuurlijk niet voor mij afgelegd, maar wie weet wel over een paar jaar. Komt wel goed. Ja. Ik ben nog steeds heel erg, ja, baal gewoon echt. En ik maak me nog steeds zorgen over morgen. Maar ik heb wel besloten om wel van start te gaan. Omdat ik niet opgeef, nee. Ja, en gewoon net iets meer overtuigen. En hem godverdomme er niet langs laten. Dus dat is het plan van morgen. En ja, hij sprong zo goed. Dus ja, de hoogte maakt er gewoon helemaal niks uit. Dat is toch bizar. Dat je gewoon, al staat het 1,30, al staat het 1,45. Hij kan er zo goed over. Het is niet normaal. Vanavond nog even... ja, een lekker feestje en dan ja, ga ik wel denk ik op tijd slapen, want ik zal morgen fit moeten zijn. Kijk, Inspiration, je moet goed je best doen dat je baasje daarop komt te staan. Hè? Vandaag maar eens lief zijn voor je baasje, want ze doet zo de best. Hey, dan moet je mij gewoon vertrouwen en niet bang zijn voor slootjes, oké? Okay? Oké, okay, vriendje. Meisje wordt opgezadeld. Super. In. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. Nog nooit heeft gedaan en ja, ik merkte gewoon dat ik daardoor gewoon, ja, ik heb het zelf ook nog nooit gedaan en hij ook niet en dan moest ik hem zo pushen omdat ik niet wist of hij er wel over durft en dan daarna dan was ik blij dat ik over die sloot was en dan liet ik het een beetje gebeuren. Het is gewoon echt, ja, alles moet gewoon kloppen op die hoogte en hij kan er zo makkelijk over, hij kan er echt met gemak over, alleen ja, je baasje moet wel gewoon elke keer een topafstand geven en daarvoor heb ik gewoon nog te weinig meters op dit hoge niveau gedaan, dus ik heb super veel geleerd dit weekend, maar ik weet wel dat dit nog wel echt wel erg vroeg kwam, zo'n grote wedstrijd, dus we gaan nu lekker thuis doortrainen en dan gaan we heel ja, over een tijdje weer eens een gave wedstrijd opzoeken. Maar ik ben in ieder geval zo blij dat ik gewoon zo'n paard heb. Vroeger dacht ik altijd, ja, Inspiration is wel een leuk paard. Maar nu pas laat hij zien hoe goed hij is. En dan heb ik hem gewoon zelf opgeleid en zelf gefokt door opa. En dat is natuurlijk wel super uniek, want hij is zo goed. Echt niet normaal. Dus we moeten gewoon nog beter team worden. Want voor hem is het nu, maar ook voor mij. En ja, dan gaan we op naar de volgende. Dus een duimpje omlaag voor deze wedstrijd. Maar wel een duimpje omhoog voor de ervaring. Ja. En voor Inspiration. En voor Inspiration, ja. Inmiddels
Inmiddels staat Inspiration weer op de vrachtwagen. Het is nu lekker zaterdagmiddag. Wij gaan naar huis rijden. We starten de laatste dag niet. Omdat ik gewoon blij ben dat het vandaag gewoon alweer een stuk beter ging. Want we hebben eigenlijk gewoon verbeterd door de sloot te overwinnen. Maar laten we eerlijk zijn. Ik denk ook eigenlijk helemaal niet dat hij iets heeft met sloten. Want vandaag deed hij het zo goed. Ik denk dat het gewoon op dat moment even een samenhang van de zon. Er was gewoon iets. Maar hij heeft het nog nooit eerder in zijn leven gedaan. En vandaag was het alweer super. Dus ik moet gewoon nog heel veel meters maken. Hij met mij. Want laten we eerlijk zijn, dit is ook zijn eerste dikke proeven. En ik vind het super vet om hier vandaag, dat ik hier mocht starten. En dat we gewoon weer lekker opgaan naar de volgende. Natuurlijk baal ik hem, want ik vind het verschrikkelijk om slecht te rijden. Echt verschrikkelijk. Maar voor ons doen was het zeker nog niet heel teleurstellend. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Geef een blauw duimpje omhoog als jullie ook mega veel zin in hebben in de volgende video. Want dan gaan we naar de observatiewedstrijd voor het EK Junioren Eventing in Marbach, Duitsland. Dus daar heb ik heel veel zin in, maar dat wordt ook echt knallen. En voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei Inspiration, wat naar huis. Hele, hè? Ja. Springen kan-ie. Oh, jee.